Goedenavond en van harte welkom bij de livestream van Christen voor Israël. En vanavond is onze gast dominee De Boer en zijn thema is waarom schuldbeleiden na 75 jaar zo belangrijk is. Want u heeft het misschien meegekregen, de afgelopen week heeft de PKN een verklaring afgegeven, maar ook deze werkgroep uit een aantal kerken waarvan dominee De Boer de woordvoerder is. En hij gaat daar vanavond meer over vertellen. En deze uitzending is helaas niet live. Dat betekent dat u geen vragen kunt stellen aan dominee De Boer. Maar ik hoop dat u alsnog wel zult genieten en veel zult opsteken van zijn lezing. Ik geef graag het woord aan dominee De Boer. Ik zal deze avond met u openen met gebed. Ik ga u voor. Almachtige Heere, genadige God, we mogen aan het begin ook van deze avond u vragen om uw zegen en om uw leiding. In het uitspreken van deze lezing, in het lezen van uw woord, in het verwerken daarvan. We zijn in alle dingen van u afhankelijk, niet alleen in ons dagelijks leven, maar in het bijzonder als het gaat om het luisteren en verstaan van uw stem. We weten ook, Heere, terugziend op de geschiedenis die achter ons ligt, hoe gemakkelijk we in alle oprechtheid menen uw woord te begrijpen en het toch uiteindelijk niet met ons hart te hebben verstaan. Bewaar ons voor wie we zijn in onszelf. Leid ons door uw geest. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Vanavond zal ik met u stilstaan bij het ontstaan van de schuldverklaring die verschillende reformatorische kerken hebben opgesteld en die gisteravond op verzoek van de Israëlische ambassadeur ook in de ambassade is overhandigd. Hij aanvaardde die als vertegenwoordiger van de staat Israël. Ik wil deze lezing ook een persoonlijke tint geven, maar voordat ik dat doe, lees ik een aantal versen met u uit het Evangelie van Matteüs. Uitgerekend die versen die vanavond in deze lezing ook zullen terugkomen. Ik lees met u uit Matteüs 27 vanaf vers 17. Er staat in Gods woord: toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: laat je toch niet in met deze rechtvaardig, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalde de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei: wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden: Barabbas. Pilatus zei tegen hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen tegen hem: laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer: laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel eer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar toezien. En heel het volk antwoordde en zeide: laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los. Maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Ik kom in de lezing vanavond op deze woorden terug. De laatste weken denk ik vaak terug aan mijn jeugdjaren. Aan Harderwijk. Plaats waar ik ben opgegroeid, hier ongeveer 20 kilometer bij Nijkerk vandaan. En ik denk ook aan mijn grootouders. Vooral aan een van mijn oma's. Oma was voor ons een lieve tweede moeder. Over en weer logeerden we regelmatig bij elkaar. Zij bij ons en wij bij haar. Wanneer ze het weekend bij ons overbleef, ging ze samen met ons naar de zaterdagmarkt. Een grote, ouderwetse, gezellige markt, verdeeld over twee pleinen in de historische binnenstad van Harderwijk. Het was er altijd gezellig druk. Schreeuwende marktkoopmannen, mensen met afgeladen boodschappentassen, heerlijke geuren, snoepende kinderen en in de zomer veel toeristen.
vooral veel. Heel veel Duitsers. Duitsers verdroeg mijn oma niet. Zo merkten we als kinderen al snel. Volgens oma waren ze nog net zo brutaal als in de oorlog. Schreeuwden ze nog steeds even hard en moesten ze in hun eigen land blijven. Wat hebben ze hier eigenlijk te zoeken? Zo riep ze keihard over de markt. In de oorlog hebben ze alles hier geroofd. Waar halen ze het lef vandaan om hier nu hun vakantie te vieren? Onze lieve oma was boos. Zo kenden we haar niet. Pas later hoorden we over de oorlogsjaren. Die ze had doorgebracht in Amsterdam. Als kind groeide ze voor de oorlog op aan de rand van de Joodse wijk. Als puber maakte ze in die buurt de oorlog mee. In de oorlogswinter van 1944 at ze om haar honger te stillen aardappelschillen, wortelloof en tulpenbollen. En zag ze mensen aan ontberingen sterven. Ook zij had op het dak gezeten om de voedselpakketten op te vangen die bommenwerpers op Amsterdam dropten kort voor de bevrijding. Ze miste haar Joodse vriendinnen, buren en bekenden die nooit meer terugkwamen. Jaren later hoorde ze in haar dromen nog het geschreeuw van Duitse soldaten en van Nederlandse politieagenten. Het smeken van ouders, het gehuil van kinderen, het gegil van mensen die geslagen, geschopt en in het trappenhuis naar beneden werden gegooid. Ze leed om haar Duitse achternaam, waarmee ze in en kort na de oorlog door andere Nederlanders geconfronteerd werd. Die nare momenten stopten pas toen ze trouwde met mijn opa en vanaf haar trouwdag een Hollandse achternaam droeg. Mijn opa zat bij het Gooise Verzet. Wat hij heeft uitgevoerd, weten we niet. Zelfs mijn oma kon weinig vertellen. Opa zweeg over de oorlogsjaren en stierf op betrekkelijk jonge leeftijd. Ik heb mijn opa niet gekend. Wel vertelde mijn oma een keer dat opa tijdens de bevrijding van Naarden in woede ontstak. Toen hij schijnbaar erachter kwam dat heel Naarden in het verzet had gezeten. In de oorlog had mijn opa daar niets van gemerkt. Mijn opa en oma, twee mensen die als veel van hun andere tijdgenoten voor de rest van hun leven door de oorlog gevangen bleven. Zelfs Hartje Zomer, op de zaterdagmarkt in Harderwijk, werd mijn oma geconfronteerd met de oorlog. En kwam alles van toen weer boven. Harderwijk is een stad met een rijke historie. Een stad die ook eeuwenlang Joden heeft geherbergd. Zo staat er bijvoorbeeld een kleine synagoge aan de Kleine Markt. Straat in de oude binnenstad. Ligt er een Joodse begraafplaats aan de Veldkamp. En bezat de stad tot de Tweede Wereldoorlog zelfs een Joodse school. Tot de oorlog waren de Joden zichtbaar aanwezig in deze vissersplaats aan de voormalige Zuiderzee. Verder was Harderwijk voor, tijdens en na de oorlog overwegend kerkelijk. De stad telde een grote hervormde gemeente die zich rekende tot de Griffemeerde Bond. Een grote Griffemeerde kerk, Griffemeerd Synodaal. Een christelijk griffemeerde kerk van redelijke omvang. Een vrije griffemeerde gemeente waaruit later een oud griffemeerde gemeente en een griffemeerde gemeente in Nederland zijn ontstaan. En een rooms-katholieke gemeente. Hoe reageerden de kerken en met name de predikanten toen in de oorlog in Harderwijk op de jodenvervolging? Laten we luisteren naar een kerkelijk vertegenwoordiger uit die periode. Hij heet dominee Timmer. En is van 1941 tot en met 1948 Nederlands hervormd predikant te Harderwijk. Dat is een belangrijke man in de Nederlands hervormde kerk. Want vanaf 1928 tot en met 1957 is hij ook secretaris van de Griffemeerde Bond. In de Waarheidsvriend geeft hij een terugblik op de jaren toen. En ik citeer hem nu. Ik herinner mij nog levendig hoe ik enkele jaren geleden door een Joodse vrouw werd verzocht om haar gezin een bezoek te brengen. Het was in die dagen
toen in Harderwijk de Joodse families werden opgepakt en naar Duitse concentratiekampen werden gevoerd. Ik zal het nooit vergeten dat de Joodse vrouw met tranen en angst in haar ogen mij vroeg: is het waar dat er in uw protestantse Bijbel staat geschreven dat onze mensen, de Joden dus, bij de ter dood veroordeling van Jezus door Pilatus zouden hebben geroepen: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen? Toen heb ik het aan die Joodse mensen moeten zeggen dat inderdaad de Joden hun heiland niet strafloos hebben kunnen verwerpen. Jeruzalem is met de grond gelijk gemaakt. Het volk Israël is na de verwoesting van stad en tempel verstrooid tot aan de einde der aarde. In een van de legenden rondom de lijdensgeschiedenis is sprake van Ahasveros, die aan de Heere Jezus op de Via Dolorosa een glas water zou hebben geweigerd. Na de aanschouwing van de wonderen die bij het sterven van de heiland hebben plaatsgehad, zou hij nergens meer rust hebben kunnen vinden. De wandelende Jood zou nooit meer rust vinden. We laten deze legende, aldus dominee Timmer, voor wat ze is. Maar de geschiedenis van Israël gelijkt op die van de Jood Ahasveros uit de legende. Dat volk vindt nergens rust op de ganse aardbodem. Toch heb ik het gesprek, aldus dominee Timmer, met die Joodse familie niet beëindigd zonder hen te wijzen op die heiland die een redder wilde wezen, zowel van de Jood als van de heiden. Einde citaat. Je ziet het zo voor je gebeuren. Een jonge Joodse vrouw met de angst in de ogen, die weet wat haar staat te wachten. Het was toen al bekend dat niemand van de Joden die naar het oosten werd afgevoerd terug zou komen. En zeker een predikant met de vooraanstaande positie in het kerkelijk leven kon weten welk lot de Joden stond te wachten. Deze manier van reageren en vooral de verwijzing naar de woorden die wij vanavond ook gelezen hebben: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, werd in de breedte van het kerkelijk leven in die tijd gehuldigd. Ik zou dit voorbeeld, een historisch voorbeeld, gemakkelijk kunnen vermenigvuldigen met zoveel andere uitspraken van predikanten uit de Nederlands Hervormde Kerk, de christelijk gereformeerde kerken, de gereformeerde gemeente, maar ook van andere kerkverbanden en van andere voorgangers. Wat Timmer zegt, werd toen breed uitgedragen. Dit is eigenlijk de reden waarom wij als kerk, als reformatorische kerken, schuldverklaring komende zondag in het midden van de eredienst een plaats willen geven. Het gaat ons niet in de eerste plaats om het beoordelen van daden van individuen. Het gaat ons heel nadrukkelijk om het afstand nemen van het gedachtegoed waaruit deze predikanten dachten, spraken, schreven, preekten en ook handelden, of juist nalieten te doen wat een christen moet doen, namelijk zich ontfermen over zijn naaste, te beginnen bij zijn Joodse broer. Waarom willen wij dit nu doen? Omdat we zien dat het antisemitisme toeneemt. En omdat we weten, als dit gedachtegoed niet wordt doorbroken, blijven de kerken straks ook zwijgen. En rechtvaardigt men opnieuw het theologisch lijden, het lijden van het Joodse volk met theologische motieven. En dat laatste is kwalijk. Dat iemand uit angst zwijgt, is begrijpelijk. Ik begon met het voorbeeld van mijn grootouders. Ik denk ook aan mijn andere twee grootouders. Kort voor de oorlog traden ze in het huwelijk. Mijn oma werd door de Duitsers aangezien als Jodin, gevangen gezet om op transport te worden gezet naar Westerbork. Mijn opa heeft hemel en aarde bewogen om haar uit de gevangenis te krijgen en het is hem gelukt.
Voor de rest van de oorlog hield hij zich gedijst. En ik begrijp hem. In zijn situatie zou ik denk ik hetzelfde hebben gedaan. Maar zwijgen uit angst is heel anders dan dat je zwijgt met een beroep op de Bijbel. Ik wil nu gaan kijken naar de visie van deze predikant, dominee Timmer, die gedeeld werd door veel predikanten in die tijd. Ik licht daar een paar elementen uit. En aan de hand daarvan ga ik ook in op de schuldverklaring die de reformatorische kerken komende zondag ook zullen afleggen in de eredienst. Dominee Timmer is predikant. Hij is dus theoloog. En hij biedt een theologische verklaring voor de wegvoering van het Joodse volk. De Joden hebben bij Pilatus geroepen: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dit hebben ze niet straffeloos kunnen doen. Aldus dominee Timmer en met hem veel andere predikanten. God heeft hen verworpen omdat de Joden Gods zoon hebben vermoord. Sinds die tijd zijn ze gedoemd te lijden. Zo was het een opvatting toen en ook nu. In zijn betoog verweef deze reformatorische voorganger het antisemitistisch verhaal van Ahasveros, de eeuwig zwervende of de eeuwig wandelende Jood. Dit verhaal is ontstaan in de Rooms-Katholieke traditie, halverwege de 16e eeuw, en wordt voor, tijdens en na de oorlog veelvuldig door protestantse predikanten gebruikt om het lijden van het Joodse volk in een historische context te plaatsen, zodat het kerkvolk begrijpt dat het lijden van het Joodse volk niet sinds vandaag of gisteren is, maar teruggaat uiteindelijk tot op de eerste eeuw, als je deze legende tenminste gelooft. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat het lijden van het Joodse volk normaal en verklaarbaar is. Net als veel kerkgangers is ook deze predikant aangegrepen door het immense lijden dat het Joodse volk in de oorlogsjaren en ook daarvoor al in de jaren 30 in Duitsland overkomt. En hij beschouwt dit lijden als een welverdiend oordeel dat God over Israël voltrekt. Hij is oprecht in zijn medelijden en hij is tegelijkertijd oprecht in zijn theologische overtuiging. En daarom is hij als mens en als predikant met een grote invloed als secretaris van de Gereformeerde Bond gevaarlijk naïef. Dominee Timmer en met hem vele andere predikanten schrijft dit jaren later na de oorlog, zonder enige vorm van schaamte of schuldbesef. Daarin is hij helaas niet de enige predikant die na de oorlog op deze wijze terugkijkt op de gebeurtenissen tijdens de oorlog. Voor zover ik weet en kon nagaan, werden hij en andere predikanten die er zo in stonden in de naoorlogse periode niet aangesproken op deze laakbare visie. Die ze toen, na de oorlog, we praten over de jaren 60, nog steeds huldigde. Met deze theologische verklaring rechtvaardigt dominee Timmer en met hem veel andere predikanten het gruwelijk mishandelen van de Joden door de Duitsers en Nederlanders. Hoewel hij en anderen deze misdadigers schuldig houdt, individueel schuldig houdt voor hun vreselijk optreden, houdt dominee Timmer en met hem veel andere predikanten uiteindelijk het Joodse volk collectief verantwoordelijk voor het lijden dat hen de eeuwen door is aangedaan, met de Shoah als dieptepunt. Hoewel deze predikant
geen antisemitische uitspraken bezigt, wel een antisemitische legende aanhoudt, creëert en stimuleert hij met zijn theologische visie een antisemitische voedingsbodem in de kerk. Tegelijkertijd slaat hij elke vorm van verzet bij voorbaat neer. Wie van zijn gemeenteleden durft nog tegen Duitsers en foute Nederlanders op te staan, wanneer hun predikant de Duitsers beschouwt als een instrument in Gods hand om Gods oordeel over het Joodse volk uit te voeren? Met deze theologische redenering lieten hij en tal van andere collega-predikanten, priesters en voorgangers, verzetsmensen binnen en buiten de kerk in de steek, van wie mijn opa er één was. Dominee Timmer staat in zijn opvattingen niet alleen. Beeldbepalende predikant in de periode voor, tijdens en na de oorlog huldigden dezelfde visie en droegen die in woord en geschrift uit. Ook aan het begin van de 21ste eeuw komt de gedachte dat God de Joden voor altijd straft helaas nog steeds voor in reformatorische kerken, in reformatorische preken, in reformatorische kinderbijbels en in vertellingen op reformatorische scholen. Nog steeds klinkt deze visie door, ook in een vertelling van een juffrouw bijvoorbeeld. Vrij recent gebeurd, vlakbij de woonplaats Sliedrecht, waar ik nu mag wonen. Een juffrouw voor een kleuterklas, die vertelt de lijdensgeschiedenis, het verhaal van Pontius Pilatus, het wassen van zijn handen in water, de uitroep van het Joodse volk, en trekt dan direct de lijn door naar Auschwitz. Daar zijn de woorden aldus deze juffrouw tot profetische vervulling gekomen. Deze juffrouw is jong, vertelt die woorden en oprecht, is opgeleid met deze visie. En daar wil deze schuldverklaring mee breken. Ik maak nu de stap naar het tweede deel in deze lezing. Hoe moeten wij die woorden, zijn bloed komen over ons en onze kinderen, wel lezen? Ik wil een verklaring geven die recht doet aan wat daar en toen is gebeurd, als ook aan de betekenis van die woorden binnen het evangelie van Matteüs. Ik doe dit in 3 stappen. Eerst analyseer ik de oorspronkelijke betekenis van deze woorden binnen Matteüs 27. Daarna vouw ik de bijbelstheologische betekenis van deze woorden uiteen binnen het evangelie van Matteüs. Vervolgens leg ik de betekenis van deze woorden uit binnen het geheel van het Nieuwe Testament. En ik rond af met een paar conclusies. In mijn uitleg houd ik de Statenvertaling aan. De Statenvertaling geven Matteüs 27 vers 25 als volgt weer. Ik citeer. En het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. De kanttekening bij dit vers wordt het volgende opgemerkt. Dat is, zo dit bloed onschuldiglijk vergoten wordt, de straf of wraak van God, daarvan komen op ons en onze nakomelingen, het welk ook spoedig daarna door de Romeinen geschied is en nog geschiet. Aldus de Statenvertalers aan het begin van de 17e eeuw. Tweede zin van de kanttekeningen verklaart de inlassing van het woord komen. De Statenvertalers hebben dit woord ingevoegd. En de herziening heeft een soortgelijke variant. Laat het over ons komen. Waarom? Omdat zij deze uitroep lezen als een profetie of een gebed met een rijkwijde die volgens hen tot op de dag van vandaag nog steeds geldt. Als het Nieuwe Testament voor die uitleg grond geeft, is deze uitleg natuurlijk correct en bijbels. Maar
rechtvaardigt het Nieuwe Testament deze uitleg? En houdt het Nieuwe Testament het Joodse volk aansprakelijk voor al het leed dat hen in de loop der eeuwen is aangedaan, zoals deze traditionele uitleg beweert? Is dit lijden een direct gevolg van het verwerpen van Gods Messias en dus ook van Gods verwerping van Israël, zoals deze uitleg stelt? Wat ik nu dus doe, is schrift met schrift vergelijken. En zo de traditie onder kritiek stellen. Dat is een reformatorische schriftuitleg. Laten we eerst teruggaan naar oorspronkelijke woorden. Zonder toevoeging staat in Matteüs 27, vers 25, al het volk antwoordt de zijde, zijn bloed over ons en over onze kinderen. Met deze uitroep reageert het volk dat zich voor Pilatus verzameld heeft op Pilatus' uitspraak. Theatraal wast hij zijn handen in onschuld, waarmee hij plechtig verklaart onschuldig te zijn aan het bloed van deze rechtvaardig. Met deze symbolische handeling trekt hij zijn handen af van de afloop van dit proces. Ondanks dat Jezus in de ogen van Pilatus onschuldig is, geeft hij hem aan het Sanhedrin over. Pilatus bezwijkt dus onder de druk die het Sanhedrin en de toegestroomde scharen op hem uitoefenen. Ze willen maar één ding. Jezus uit Nazareth moet gekruisigd worden. Het Romeinse recht verplicht een rechter een verdachte los te laten wanneer zijn onschuld vaststaat. Wel kan de rechter een niet-Romein ongestraft geeselen, zoals Pilatus dat ook bij Jezus heeft gedaan. Om narigheid met zijn verantwoordelijke te voorkomen, distantieert Pilatus zich van de scharen. Hij was zijn handen in onschuld. Vanaf dit moment ligt de verantwoordelijkheid volledig bij hen. Die verantwoordelijkheid aanvaardt de scharen voor zichzelf en voor hun nageslacht. Niets meer, maar ook niets minder. Niet voor het eerst wordt in Matteüs over Jezus bloed gesproken. Ik maak nu de stap naar het evangelie zelf. Wanneer de schare uitroept zijn bloed over ons en over onze kinderen. Voordat Pilatus en de schare zich uitlaten over Jezus bloed, heeft Jezus zelf al eerder de betekenis van zijn bloed uitgelegd. Namelijk tijdens zijn instelling van het avondmaal, tijdens de paaschamaaltijd. U vindt dat in Matteüs 26, vers 17 tot en met 30. Meer nog dan de andere drie evangelisten benadrukt Matteüs in zijn werk de doorgaande lijn van het Oude naar het Nieuwe Testament. De lijn van belofte naar vervulling. Consequent werkt hij naar twee kanten toe deze doorgaande lijn uit. Hij wijst op de overeenkomst en op het verschil tussen toen en nu. Voor de betekenis van Jezus' persoon en prediking vergelijkt hij Jezus Christus, de wetsvervuller van het Nieuwe Testament, met Mozes, de wetsvergever van het Oude Testament. Matteüs vergelijkt op cruciale momenten Jezus met Mozes. En legt onder andere door deze vergelijkingen de betekenis van Jezus' persoon, leer en leven uit. Daarbij heeft de evangelist bijzondere aandacht voor de gehoorzaamheid van de zaligmaker. Keer op keer benadrukt Matteüs dat Jezus gekomen is om Gods gerechtigheid te vervullen. Deze lijn in zijn evangelie loopt uit in het laatste avondmaal. De vergelijking tussen Mozes en Christus speelt namelijk ook een grote rol wanneer de Heere Jezus het avondmaal tijdens het Pascha instelt. Twee elementen van het Pascha, brood en de laatste beker van het Pascha, de beker der dankzegging, krijgen een nieuwe betekenis. Het verbond dat Christus opricht in zijn bloed is de climax van zijn gehoorzaamheid aan God, zijn Vader. Christus heeft in de weg van gehoorzaamheid alles gedaan wat God gesproken heeft. Hij is het ware Pascha dat voor ons is geslacht. Zo stelt Paulus later in 1 Korinthe 5, vers 7.
Hij is het lam. Dat staat als geslacht voor Gods aangezicht. Zoals de apostel Johannes ziet en beschrijft in Openbaring 5, vers 6. Met de woorden, want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament of verbond, hernieuwt Jezus het verbond dat de Heere met Israël bij de Sinaï heeft opgericht. Toen nam Mozes na het lezen van het verbondsboek het bloed en besprenkelde het hele volk. Terwijl hij zei, zie, het bloed van het verbond dat de Heere met u opgericht heeft, in overeenstemming met al deze woorden. Exodus 24, vers 8. Nu fundeert Christus het avondmaal in zijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament. Brood en wijn verwijzen naar zijn zelfovergave, in gehoorzaamheid aan zijn Vader, waardoor hij alle gerechtigheid uit liefde heeft vervuld. Die gerechtigheid ontvangt een zondaar wanneer Christus hem aan de avondmaalstafel brood en wijn uitreikt. Op beide plaatsen, Exodus en Matthäus, spraken van een oprichting, een vernieuwing van hetzelfde verbond tussen God en tussen Israël, het Joodse volk, de nakomelingen van Abraham. Ook klinken beide keren deze woorden rondom een maaltijd. Mozes eet met de oudsten voor Gods aangezicht op de berg en Jezus eet met zijn discipelen om het verbond te bekrachtigen en te vieren. Tegelijkertijd plaatst Christus deze maaltijd in het eschatologisch perspectief van het Koninkrijk van God. Hij zegt, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van deze vrucht van de wijnstok tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Matthäus 27, vers 29. Zo krijgen oude woorden een nieuwe betekenis. En is deze betekenis tegelijk een belofte die roept om vervulling met de toekomst van Gods koninkrijk. Er is sprake van nog een doorgaande lijn. Vlak voordat Mozes het bloed op heel het volk sprenkelt, vermeldt Exodus het volgende. Mozes nam het bloed van het boek van het verbond en las het voor de oren van het volk. En ze zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Maar de woestijntocht maakt op een ontluisterende manier duidelijk dat Israël deze belofte niet kan en wil waarmaken. Deze pijnlijke geschiedenis klinkt ook door in Joshua's reactie op de belijdenis van het volk tijdens de hernieuwing van dit verbond te Sichem. Jullie kunnen dit verbond niet houden, zo houdt Mozes opvolger het volk voor. Zijn oordeel wordt helaas na hem, in de eeuwen die dan volgen, bevestigd. Met de uitroep, zijn bloed komen over ons en onze kinderen als triest hoogtepunt. Wanneer de leiders en inwoners van Jeruzalem op Pilatus woorden, ik ben onschuldig aan het bloed van deze man, reageren met de woorden, zijn bloed over ons en onze kinderen, nemen ze de verantwoordelijkheid van hun daad volledig voor hun rekening. Maar de evangelist plaatst de woorden van de scharen in zijn evangelie in een breder kader. Op deze wijze laat hij zien dat Christus bloed een mens niet schuldig verklaart, veroordeelt en verdoemt, maar reinigt, vrijspreekt en zalig maakt. Zoals eens Mozes Israël door het besprenkelen met het bloed opnieuw in het verbond inlijfde, zo wordt het hele volk ook tijdens Jezus' instelling van het avondmaal opnieuw ingelijfd in hetzelfde verbond dat God met Israël heeft opgericht en opnieuw bevestigd. Nu rust Gods verbond met Israël niet langer meer in zijn belofte van het lam dat God zendt om de zonde van de wereld eens weg te nemen. Nee, in de weg van gehoorzaamheid heeft het lam van God, Jezus Christus, Gods gerechtigheid vervuld. En hij fundeert vlak voor zijn lijden en sterf dit hernieuwde verbond in zijn bloed. Dat spreekt van Christus volkomen gehoorzaamheid en liefde. En in zijn opstanding
waardoor hij Gods verbond met Israël rechtvaardigt en bevestigt. Is Christus keus een keus van dit volk? Nee. Maar zijn zelfovergave in de plaats van het Joodse volk in Gods gericht is vrucht van Gods verkiezing van Israël. De Heere volvoert door de verkruisiging van zijn zoon, zijn raad, en handhaaft daarmee zijn verkiezing van het Joodse volk. Ook al wil Israël op dat moment daar niet van weten, maar wat het Sanhedrin en de schare voor Pilatus paleis ten kwade denkt, keert Christus op Golgotha om ten goede. Hij staat boven hen en handhaaft zijn verbond in weerwil van Israël, dat in onwetendheid de onschuldige zoon van God kruisigt. Vanwege Gods soeverein handelen in en door de zaligmaker met Israël, richt hij dit nieuwe verbond op. Hij vernieuwt het verbond. Eeuwen daarvoor profeteerde Jeremia al over het nieuwe en unieke karakter van dit verbond. Een van de belangrijkste weldaden van dit verbond is: ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Jeremia 31, vers 34. En dat gebeurt daar. Ik zal hun ongerechtigheid niet meer gedenken, hun zonde niet meer gedenken en hun ongerechtigheden vergeven. Christus zwijgt voor Pilatus. Maar wanneer hij voor het eerst daarna weer zijn mond open doet in het openbaar, hangt hij als de gekruisigde zaligmaker op Golgotha aan het vloekhout. En het is een gebed: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Met dat gebed kwalificeert de Heere Jezus de handelswijze van het Sanhedrin en de scharen als een daad van onwetendheid. Op het eerste gezicht komt dat bij ons vreemd over. Immers de schare kreeg toch genoeg tijd om zich te bedenken. Ook verklaart Pilatus Jezus een en andermaal onschuldig. Zij weten heel goed wat ze beogen met hun eis om Jezus uit Nazareth te kruisigen. Inderdaad, maar ze weten niet wie hij is. Jezus' ware identiteit was voor hen verborgen. Dat hij Gods zoon is, heeft Jezus tot dat moment nooit in het openbaar verteld. Wel wezen zijn preken en zijn tekenen daarop. Maar de conclusie op grond van zijn woord en tekenen liet hij bewust over aan de mensen. Zelf hulde hij zich in zwijgen aangaande zijn ware identiteit. Op dit punt steekt Petrus ook in tijdens zijn redevoering in Israël. In navolging van zijn meester houdt hij de leiders en scharen te Jeruzalem een en andermaal voor dat zij dit in onwetendheid hebben gedaan. Handelingen 3 vers 17 bijvoorbeeld. Ze hebben onwetend de Zoon van God gekruisigd. Maar God heeft hem in deze weg tot een Heere en Christus gemaakt. Ik ga nog op twee punten in. Namelijk de verantwoordelijkheid. Kan dat? Kunnen we het Joodse volk voor wat daar en toen gezegd is verantwoordelijk houden tot op de dag van vandaag? En als laatste ga ik in op de verwachting voor Israël. Traditionele uitleg van de woorden "zijn bloed komen over ons en onze kinderen" stelt dat de scharen te Jeruzalem die woorden voor heel Israël toen en daar en nu gesproken heeft. Met het roepen van deze woorden heeft het Joodse volk zijn verkiezing en bestaan verworpen, aldus deze visie. Ook is de uitwerking van deze woorden niet beperkt gebleven tot de mensen toen en daar, maar werken deze woorden nog steeds in het bestaan van Israël door. Vanwege die vloekbeden, zo wordt er dan gezegd, blijft Israël voor eeuwig door God vervloekt. Of wordt de vloek pas opgeheven wanneer God het deksel van zijn oordeel van hun aangezicht wegneemt. Maar stemt deze uitleg overeen met andere Nieuwtestamentische passages, waarin wordt teruggekeken heel concreet op de gang van zaken daar en toen in Jeruzalem rondom het proces van Jezus uit Nazareth. Op zijn eerste zendingsreis verkondigt Paulus in de synagoge van Antiochië in Pisidië, het huidige Turkije, Gods woord. Lucas, de schrijver van het Bijbelboek Handelingen, heeft een beknopt verslag van deze preek in zijn Bijbelboek opgenomen. In zijn preek blikt Paulus terug op de gebeurtenissen in Jeruzalem
en stelt het onderwerp verantwoordelijkheid aan de orde. Nadrukkelijk houdt hij zij die te Jeruzalem wonen en hun oversten verantwoordelijk voor Jezus kruisdood. Handelingen 13, vers 27. Tegelijkertijd stelt Paulus, net als Petrus, dat zij dit in onwetendheid hebben gedaan. Ze kenden hem niet. Handelingen 13, vers 27. Opvallend is ook dat Paulus de woorden zijn bloed over ons en onze kinderen niet aanhaalt. Wel weet hij zich tot de Joodse gemeenschap de Antiochië gezonden om het woord van deze zaligheid te verkondigen. Dit woord behelst de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus opgewekt heeft. Door deze van God gegeven zaligmaker wordt u vergeving van de zonde verkondigd. In Paulus' preek de Antiochië vallen een paar dingen op die voor ons van groot belang zijn. Allereerst stelt hij de lokale bevolking van Jeruzalem en hun leiders verantwoordelijk voor Jezus' kruisdood. Dat lijkt mij ook gewoon heel nuchter. Daar en toen is het gebeurd. In tegenstelling tot de traditionele uitleg beperkt Paulus die verantwoordelijkheid tot Jeruzalem. In die tijd. In de tweede plaats verwijst hij niet naar de woorden zijn bloed over voor ons en onze kinderen. Nergens in het Nieuwe Testament komt deze uitspraak terug. Nergens. Ook de gedachte dat God zijn volk vanwege de woorden voor goed verworpen heeft, komt in het Nieuwe Testament niet voor. Integendeel, Joodse schrijvers van Nieuwtestamentse geschriften spreken enerzijds met een diep verdriet over het ongeloof van het grootste deel van hun volksgenoten en anderzijds met grote verwachting over de vervulling van Gods belofte met betrekking tot zijn volk Israël. God heeft zijn volk niet verworpen, zo roept Paulus uit in Romeinen 11, vers 2. In de derde plaats plaatst Paulus de verkondiging van Gods belofte aan Israël in het kader van het genadeverbond. Gods belofte van de vergeving van de zonde komt tot ons en onze kinderen. Zo houdt hij de Joodse gemeenschap de Antiochië voor. Paulus slaat dus op hetzelfde aanbeeld als Petrus. Petrus hield tijdens zijn reden te Jeruzalem de toegestroomde scharen voor dat Gods belofte van de vergeving van de zonde voor hen en hun kinderen geldt. Handelingen 2, vers 38. Tegenover de uitroep zijn bloed over ons en onze kinderen plaatst deze apostel het evangelie dat verkondigt: u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die er verre zijn, zoveel de Heere onze God toeroepen zal. Niet alleen de scharen, ook Jezus' moordenaars horen uit Petrus' mond dezelfde prediking in Handelingen 3, vers 13 en 14. Ze hebben de heilige en rechtvaardige vermoord en een moordenaar de vrijheid geschonken, zoals Petrus hen voor. Maar ook aan hen verkondigt Petrus de belofte van de vergeving van de zonde. Daarvoor beroept hij zich onder andere op het genadeverbond, dat God met Abraham en zijn nageslacht en in Abraham en zijn nageslacht met alle volkeren van deze wereld opgericht heeft. God heeft zijn verbond niet verbroken, maar handhaaft zijn verbond met Israël en in het Joodse volk met de overige volkeren tot in eeuwigheid. Zelfs de Shoah kon dat verbond niet vernietigen. Ik dank u. Ik ga u voor in gebed. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, God van Israël, mogen u hartelijk danken voor uw woord. En tegelijkertijd moeten we ook tegenover u met schaamte belijden dat wij in oprechtheid uw woord verkeerd hebben verstaan, verkeerd hebben uitgelegd en ook verkeerd hebben toegepast in een cruciale periode toen door een satanische aanslag het recht om te bestaan
aan uw volk Israël, het Joodse volk, werd ontnomen. Wij lieten hen staan en dachten dat we goed handelden. We bidden om vergeving van de zonde. We bidden om bekering daarvan. We bidden ook om een nieuw inzicht in uw woord, zodat we de schrift verstaan zoals u dat bedoelt te zeggen. We bidden u dat ook, Heren, met het oog op de actualiteit. Ze zien in onze samenleving, in West-Europa, hoe het Joodse volk steeds meer klem komt te staan. Bewaar ons ervoor dat wij dezelfde fouten maken als toen. Ontfermt u zich over de kerken in Nederland. Breng bijeen rondom uw woord, opdat we als één man staan naast onze oudste broer. En zo mogen spreken in deze tijd van u en van hoop. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Dank u wel, dominee Den Boer. Ja, en zo zijn we aan het einde gekomen van deze livestream van vanavond. En als u het allemaal nog een keertje wilt nalezen, dominee Den Boer heeft onlangs een boekje geschreven met de titel Zijn bloed komen over ons. Het is een boekje van 6,7 euro, 6,95 als ik het goed heb. En het is te verkrijgen op israelwinkel.nl. Dus als u dat wilt bestellen en even nalezen, dan het boek Zijn bloed komen over ons van dominee Den Boer. En morgen zijn we natuurlijk weer bij u thuis in de huiskamer met de zevende aflevering in onze serie Verbonden met Israël, waarin dominee Henk Poot gaat spreken. Het programma voor volgende week voor de livestream, dat kunt u terugvinden op cvi.nl/livestream. Daar ziet u alle sprekers en alle thema's waar zij het over gaan hebben. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.